Kijk, ik heb net een medaille gekregen. Want ik speel vandaag 1 maand cello. Here we are, well advanced into the virus time. Corona! Ja, dat roept iedereen, maar dat is gewoon hooikoorts. Vandaag zijn onze 2 jongste dochtertjes naar school. Ik ga je even laten zien wat ik ga doen vandaag. Mijn trombone natuurlijk. So. Is your red wet enough? Reese? Hoe gaat het? Ja, ik raak niet boven die grens van een kwartier spelen. Daarna ben ik echt moe. Normaal doet je er 15 jaar over om deftig te leren spelen. Het probleem is dat we zelf een goed orkest zijn en een goed koor. Wij horen constant perfectie, maar... Ja, dat is waar. Je weet hoe dat die klank moet zijn. Dan komt er zo een gebrot uit. Nee, je moet ademhalen, Jolien. Oh, ik weet het. Let it go, let it go. Let it go. Dat is gewoon, dat is het allermooiste liedje wat er bestaat. Stel je voor dat je dat echt zou kunnen. If only I've got, I would just take out this note and then just use as a breathing. I just wonder how it's going with you all. Because I... Honestly, I can't play, first of all, not in tempo. So every 4 bars, I need to like this. Yeah, it's the same with my singing. I cannot sing like very long. And it's really because I'm just too tired in the evening because I spoke all day. Met de trombone ook. Ik moet zeker om de 5 minuten even stoppen. Als je naar boven gaat, heb je de neiging om dit te doen. Ja, want daardoor word je dus ook veel sneller moe. Dat moet sterker worden allemaal, denk ik ook. En de juiste manier van het te gebruiken. Ik heb op een bepaald moment ook echt zo schuurpapier. Ik heb dat met mijn vingers ondertussen. Ik kan die cello niet meer aanraken. Als ik stop met repeteren na 1,5 uur of zo, dan word ik gewoon heel... Ik moet zeggen, ik heb echt even besloten om de cello een weekje aan de kant te leggen. Want ik was mij zo aan het ergeren. Should I try this one? The other one? The Singing in the Rain. Ik ben door mijn partituur door van Singing in the Rain. Wauw, bravo. Wanneer gaan we elkaar nu live zien? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Zeg, wat moeten wij aandoen voor het concert? Moet dat doen? Hele regenjas, dat heeft zo'n naam en dan zo... Ja. De kostuums van de musical? Altijd goed op voorhand een keer spelen met je kleren, hè. Want soms, je krijgt je cello er niet tussen. Ja, dat heb ik al gemerkt in een rokje. Een rokje, en dan moet je heel een rokje omhoog doen, want dan... Nou ja, en ook oorbellen bij de cello's. Je kunt ook voor hebben dat je met je hand je oorbel meetrekt. Dat is bij zang elke geen probleem. Dat is leuk, oh, dat vind ik fantastisch. Je kan een kort rokje aandoen om te zingen. Het is echt wel leuk zijn om elkaar echt eens te zien. Ik zie ons nu wel zitten met zo'n regenjas met 40 graden. En dat Singing in the Rain.